Ja, ik ben van de gedichten. Ja. Nou is van de muziek. Hey, maar El, dit is natuurlijk, dit is een ontzettend leuke toepassing. Dus we hebben nu muziek van Douwe IJsinga via ja. QR-codes. Ja. Bij hoeveel gevelgedichten? Bij zeven. Door heel de stad. Ja. Maar El, nu is natuurlijk een hele mooie test, want iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone. Maar ja. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat? Je gaat naar je foto-app om een foto te maken. En je kijkt of je hem hebt. En dan wordt hij geel. Ja? Precies. En dan druk ik op... Ga naar de website. Ja, dan ga ik naar de website. En dan kom je bij een SoundCloud en dan ga je iets te ver naar beneden, denk ik. Want daar is het stukje waar de muziek staat. Listen in browser staat. Zie je dat staan? Ja. Kijk. Oh. Als je dan ook door je koptelefoon meeneemt, dan ga je er helemaal in op. Het is toch wel speciaal. Maar Douwe, ja. Dat is natuurlijk jouw muziek. Ja. En, vertel eens even kort wat het idee achter dit. Heeft dit te maken met gedichten of staat het er los van? Nee, het heeft zeker te maken met gedichten. Ik had dit plan al een paar jaar geleden en ik dacht, wat zou het toch leuk zijn om die gedichten verder te ontsluiten. Mensen lopen er snel aan voorbij. Denk, welke laag kan je toevoegen dat daar wat langer bij stilgestaan wordt. En ik vind altijd muziek in combinatie met andere disciplines leuk. Dus dit leek mij een leuk plan. En, vorig jaar zag ik een mogelijkheid om het ook inderdaad uit te voeren met steun van de gemeente Middelburg en met ook uiteindelijk steun van de poëziecommissie van de kunst- en cultuurroute en nog een flink sponsorbedrag van Justion Advocaten. En daarmee kon dit plan gerealiseerd worden. Ja, nou, het is buitengewoon origineel, maar nu zag ik de Poetry of the City, het is ook een nieuw album van jou. Ja. En aanstaande vrijdag sta je in de spot. Ja. En ga je dan de gedichten die hier nu, of de songs die bij de gedichten horen, voer je die ook uit? Of hoe zit dat? Ik ga daar het complete album uitvoeren. Dan weliswaar de solo piano versie, van het album daar zitten meer klanken en geluiden op. En ik zal denk ik ook wel de gedichten daarvoor dragen. Dat wordt dan eigenlijk de enige keer dat je ze buiten dit in combinatie hoort. Oh, is zondag nee, ook zondag. Nog? En zondag, want zondag is de kunst- en cultuurroute. Ja, nu kom je aan L, hè? Nee, want wat hebben we gedaan om het nog toegankelijker te maken, is een klein kaartje gemaakt waar ze allemaal op staan. Ja? Je kunt het lopen. Oh, de hele route, hartstikke leuk. De hele route kun je lopen. En zondagmiddag zitten wij, ten eerste wordt om 3:30 tot 4:30 de route gelopen. Met een paar dichters erbij, die dus ook nog ter plekke het gedicht voordragen. En om 4:00 is het bij Smit Art. En dan gaan we doen wat Douwe zegt. Jules, Kortkaas, Anneke Schenk en nog een paar. Allemaal goede mensen. Allemaal goede mensen. En dan daartussendoor komt Douwe. Elke keer geeft hij aan wat hij dus bij een gedicht gemaakt heeft. En dan zit er ook nog iemand achter de piano. Ja, dat ben ik zelf. Dat doe je zelf. Ja, fantastisch. Ja. En wie we ook nog hebben is Ashwin van den Abelen, onze stadsdichter. Die neemt ongeveer afscheid. En we gaan de nieuwe van 2024 voorstellen. Nou, dit, voorstellen. Met recht een bijzondere kunst- en cultuurroute. Yes. En Douwe, ik vind het bij jou dan ook wel bijzonder. Want volgens mij zat je vorige week nog in de States. Met een, en nu sta je gewoon bordjes op te hangen in je eigen woonstraat. Dat is, Bij de open. Ja, het is zo leuk dat zij zulke Els zo. Die heeft zo de schouder op dit project gezet. Ja, nee, maar je moet natuurlijk, als je de kans krijgt om die combinatie te maken. Ja, nou heel mooi. En jij gaat ze allemaal ophangen vandaag? Ja. Ja, dat gaat vrij snel zoals ik zag. 5 minuten werk, ja. Ja. Nou, fantastisch. Dank jullie wel voor de toelichting en succes.